En dan komt die factuur. Hoe gaan we daar nou mee om? Ik mag vandaag ook aan jullie laten zien dat wij e-facturen automatisch gaan verwerken. Dus de regels uit de e-factuur gaan we automatisch verwerken in je financiële administratie. En dat is mooi, maar voordat ik dat doe, misschien even goed om even stil te staan. Wat is een e-factuur? Nou, de E staat voor elektronisch, net zoals bij e-fiets en dat soort de E. Stel, er ligt een factuur op je bureau. Dan snappen wij wel met elkaar, als er een datum bovenaan staat, dat dat een factuurdatum is. Maar een systeem moet daar chocola van maken, die moet er iets mee gaan doen. En met een XML-bestand, zo'n e-factuur, kan die machine ook begrijpen, is dit bedrag nou exclusief of inclusief BTW? Factuurdatum of vervaldatum? Dat snappen we dan automatisch. En wij kunnen die ook genereren vanuit ons systeem, e-facturen. En we kunnen ze dus ook al inlezen, dat konden we al. Alleen nu gaan we ook werkelijk die regels verwerken. En gaan we die ook in de financiële administratie zetten. Nou, dat ga ik zo meteen laten zien, maar voordat ik dat doe, 3 open deuren. Dat kan het helaas ook niet anders maken, de voordelen van e-facturen. Het is sneller, uiteraard. Want als jij aan een machine vraagt om 1000 keer dezelfde handeling te doen, onze computers, onze software, dan is dat sowieso sneller dan dat je iemand dat 1000 keer handmatig moet laten doen. Maar het is ook een stuk veiliger. Want als je aan mij vraagt om 1000 keer dezelfde factuur te boeken, maak ik echt een keer een fout. Het spijt me, dat gebeurt gewoon. We zijn eenmaal mensen. Maar zo'n machine maakt die fout 1000 keer bij dezelfde handeling niet. Maar het is ook veiliger omdat we controles kunnen gaan doen. Klopt deze bankrekening wel bij de crediteur? Of is dit misschien een spookfactuur? Ook daar ga je dus een stuk veiliger zijn. En als ik dat bij elkaar optel, is het ook goedkoper. En de 3 open deuren die ik voor jullie vandaag heb. We zagen ze al eerder vandaag ook voorbij komen, de open deuren. Maar het is mooi, want we kunnen met elkaar 1,2 miljard euro per jaar gaan besparen als we met z'n allen gaan e-factureren. Nou, dat is nogal een belofte en dat loopt al een tijdje. Dus ik snap ook wel dat dit niet direct morgen wezenlijkheid zal zijn. Maar we zien wel iets moois gebeuren dit jaar en dat is interessant. Je zult ook, Kevin komt er later ook nog eventjes op terug, maar sinds 2017 is het al verplicht dat als jij wil factureren aan de Rijksoverheid, dat je een e-factuur moet aanleveren via DigiInkoop. Maar nu, sinds 18 april jongstleden, is het ook verplicht als jij wilt factureren aan aanbestedende diensten, dat zij een e-factuur moeten kunnen ontvangen en verwerken. Dus ze mogen niet zeggen, nee, doe mij maar een papieren factuur. Nee, jij mag dan e-factureren, als je dat wilt. Dus er gebeurt iets dit jaar. En dat komt mooi uit, want wij komen ook met mooie nieuwe software, dus nou, dat valt toevallig heel goed, mooi samen. Dus we gaan die factuur verwerken. Ik ga lekker zo meteen met jullie naar de demo. Wat gaan we doen? We gaan een factuur gaan we matchen met ontvangsten. Dus ik heb een hele orderadministratie, wat je net zag, wat ik net heb ingeboekt. Ik heb een order, ik heb een ontvangst, er komt een factuur, die gaan we matchen. Die factuurregels gaan we daarmee matchen natuurlijk. We gaan hem ook matchen met verplichtingen. Dus dat is veel meer, ik heb met deze crediteur dit bedrag afgesproken en daar verwacht ik een factuur voor. En we gaan daarnaast gaan we nog vrije tekstmatching toepassen. Dat ga ik heel even toelichten. Stel, ik had die inkooporder van 5 artikelen, van 5 regels die ik net had. Die heb ik ook ontvangen, netjes, niks aan de hand. Maar dan komt de factuur met 6 regels. Want, en daar komt die, transportkosten, zaagkosten, maar nog gekker misschien, administratiekosten, orderkosten, bureaukosten, allerlei kosten die ineens op de factuur komen, die je als het goed is hopelijk niet gaat bestellen. Want als jij bureaukosten gaat bestellen bij je accountant, ja, dan gaat hij ze sowieso factureren. Maar misschien vergeet hij ze een keertje en dat is wel lekker. Dat scheelt weer even wat geld. Dus wat mij betreft gaan we die bureaukosten niet bestellen. Die gaan we niet op de orde zetten, ook niet op de ontvangst. Maar als ze komen, dan zorgen we ervoor dat we daar software voor hebben. Dus wat hebben wij met vrije tekstmatching? Jij kan zeggen, nou, als er in de regel transport staat en je kan hem niet matchen met iets anders, dan mag je dat onder deze voorwaarden, die zien we zo meteen, mag je dat gaan verwerken. Nou, ik laat het gewoon even zien. Dan spreekt het beter tot de verbeelding. En daarvoor ga ik 2 dingen doen. Ik ga eerst even een verplichting aanmaken. Dat doe ik vanuit mijn inkoopportal. Daar kan ik namelijk een opleiding aanvragen. Bij een opleiding denk je natuurlijk niet aan eenheden, aantallen. Dat is helemaal niet, 1 opleiding per stuks bijvoorbeeld. Dus ik zeg hier, nou, ik wil voor deze inkooprelatie, voor Van Ubbens, deze, heb ik een seminar over e-factureren van €650. En nu start dat vrachtwagentje. Nu gaat de inkoopaanvraag lopen. En dan komt bij de budgethouder en die zegt, nou, ik vind dat wel goed. Dus doe maar bestellen. En vanuit de workflow, met 1 druk op de knop, wordt automatisch een inkooporder gegenereerd. En ook een verplichting in de verplichtingadministratie gezet. Dus je ziet,
De inkooporde wordt aangemaakt en de verplichting. Dus er wordt nu ook een factuur verwacht van Ubbens voor 650 euro. Dat is mooi. Die gaan we inlezen. En daarvoor ga ik naar Profit. Dus ik schakel eventjes. En dan hebben we hieronder het kopje crediteur. Hebben we nu al in Profit 10, de huidige versie waar jullie mee werken, heb je al e-factuur. Die hebben we uitgebreid. Daar zit nu een nieuwe functionaliteit. Dus als ik hier nieuw zeg, heb ik een mapje wat ik kan uitlezen. En er staan vier facturen voor mij klaar. Dat is mooi. Ik druk op voltooien. En terwijl dat ze worden ingelezen, zie je in de kolom status, zie je al het een en ander gebeuren. Alle regels zijn verwerkt. En hij is zelfs al te journaliseren. Daarmee zeggen we dus eigenlijk in de software dat deze factuur gewoon al geboekt mag worden. Als jij hem niet zou willen zien, druk je op de knop en dan gaat hij zo de financiële administratie in. Dat is mooi. Want wij zijn dus blijkbaar zodanig zeker van hoe die journaalpost eruit moet gaan zien, dat we zeggen, nou, hij is verwerkt en te journaliseren. Top. Laten we eerst eens beginnen bij Groothandel Micro. Dat is de ontvangst die ik net heb geboekt. Die pak ik er even bij en die is leuk. Ik zie inderdaad die vijf regels en in één keer de transportkosten. En je ziet ook dat daar geen ontvangst aangekoppeld is, geen verplichting, maar wel een vrije matching. En de grootboekrekening is netjes ingevuld, de BTW is gevuld. Dus ja, in principe weten wij genoeg om de journaalpost te gaan maken. Hoe we dat doen, dat laat ik zo meteen zien in mijn andere demo, in mijn volgende factuur die ik nog ga verwerken. Maar we zien ook dat die automatisch is gematcht, de derde regel, met verschillen. Dat is even het punt wat ik even wil aanstippen, want die komt zo meteen nog verder terug. Dus hou deze even vast. Dit was die ontvangst die met verschillen blijkbaar ook gefactureerd wordt. Dat zien we zo meteen in Insight terugkomen. Ik zie voor de rest van Centraal Beheer Achmea zie ik ook een factuur in één keer staan. Die is ook verwerkt en te journaliseren. Als ik die open, dan zien we daar dat die is gematcht met een verplichting. Netjes zonder verschillen. En die komt waarschijnlijk uit een contract. Want ik heb gewoon een lopend contract met Centraal Beheer Achmea. Ik verwacht elk jaar een factuur van hun. Dus ja, elk jaar kan ik die factuur automatisch tegen de verplichting gaan matchen. Er zit een workflow achter, contractbeheer zit in financieel, werkt fantastisch mooi. Dus dat zit er al netjes in. Dan had ik van Ubbens advies, dat is deze. Die is ook verwerkt en te journaliseren. Daar zie ik, die is automatisch gematcht met de verplichting, ook zonder verschillen. Want er heeft inderdaad die verplichting bij gevonden. Hè. Dus de leverancier heeft een factuur verstuurd met een verwijzing naar mijn ordernummer. Dus dat is ook netjes in de in de administratie te boeken. Daar zit die inkooporder aan vooraf. En dan de vrije tekstmatching. Zal ik eens even laten zien. Ik heb hier een factuur van Rijder Autogroep. En die factuur, er zitten allemaal dingen in waar we nog helemaal niks mee kunnen. Er is geen verplichting, er is geen bestelling, geen contract. Helemaal niks. Dan moeten we natuurlijk die vrije tekstmatching gaan toepassen. Nou, aan de hand van deze factuur wil ik dat even demonstreren. Als ik hier nou zeg, hier staat maandtermijn voor een leaseauto met het kenteken erachter. Nou, daar hebben we natuurlijk, kunnen we vrij weinig mee. Totdat ik zeg, nou, ik heb een grootboekrekening voor leasekosten van auto's. Dus die koppel ik. Het BTW is 2, hoog. Mag je even van mij aannemen. Dan heb ik een instelling dat ik zeg, nou, als ik dat dan doe, als ik hem handmatig koppel, wil ik de gebruiker de vraag stellen, wil je gelijk een nieuwe matchingsregel toevoegen? Dat ga ik doen. En dan wordt het leuk. Dan neemt hij automatisch de administratie over, de crediteur, wat er in de factuurregel stond. Dus ik kan hier nu gaan zeggen, nou, maandtermijn, dus dat vind ik wel prima. Ik wil eigenlijk alleen als er staat leaseauto, als dat woord voorkomt in de factuurregel, en we kunnen hem nergens anders op matchen. De administratie maakt me eigenlijk niks uit, gewoon voor alle administraties. Maar wel voor die ene crediteur, dan moet hij naar die grootboekrekening met deze BTW. Mooi. Op de volgende tabblad, dat is een apart tabblad, kan je apart autoriseren, heb ik nog eventjes de mogelijkheid om te zeggen, nou, welk percentage maximaal, welk bedrag. In dit geval maakt het me niet uit. Ik wil gewoon dat hij extra aandacht krijgt in de workflow. Daar heb ik dat vinkje voor. Dus ik voltooi hem. Ik doe precies datzelfde voor het voorschot van mijn brandstof. Dus ik heb ook een grootboekrekening voor brandstofkosten. Die koppel ik. Maak ik ook even een matchingsregel voor aan. Wederom voor alle administraties. Als ik het woordje brandstof tegenkom, ongeacht, nou laten we zeggen, nou, ik denk maximaal 500 euro. Dat spieken in mijn factuur, klopt dat? Ja, die kom ik voor de rest nergens tegen. Niet meer dan 500 euro. Gaan we die ook matchen. En de onderhoudscontract, die staat er ook netjes ingevuld. Dus die zou ik nog even kunnen zetten naar leasekosten. Maar ik ga nu even annuleren, want ik wil jullie laten zien. Ik heb nu die matchingsregels aangemaakt. En dus heb ik een soort van zelflerend systeem, zo zou je het mogen kunnen noemen. Want als ik nu druk op automatisch verwerken, dan zul je zien dat al die regels die erboven stonden netjes gevuld worden. Want hij herkent natuurlijk die leasekosten en die brandstof. Nou, hartstikke mooi, dan hoef ik alleen nog maar het onderhoudscontract even te vullen. Daarvoor heb ik die leasekosten van auto's bijvoorbeeld weer. Die laat ik nu even voor wat het is. En dan ben ik klaar, is die ook verwerkt. Nou, zo zie je
dit is een proces wat zich uiteindelijk natuurlijk binnen jouw administratie, binnen jouw instellingen, automatisch de vruchten gaat, daar kan je de vruchten van gaan plukken. Ik ga één factuur even laten zien. Ik ga namelijk journaliseren. Dus nu zeg ik, nou, die factuurregels die klaarstaan, die allemaal een grootboekrekening, BTW hebben gekregen, doe die van groothandel micro maar journaliseren. En terwijl dat ik dat doe, en dit kan ik dus, hè, dit zou je één keer per dag of elke uur kunnen gaan doen, of één keer per week, maakt eigenlijk niet heel veel uit. Maar dan kun je gewoon al die facturen zo de administratie inzetten. Let op, wij starten altijd de workflow. En we geven je alle informatie in de workflow hoe die gematcht is, zodat je daar eventueel condities op kunt zetten. Zodat als je zegt, nou, als die volledig netjes verwerkt is, dan hoef ik hem niet te zien in de workflow, dan mag die conditioneel goedgekeurd worden. Dus als ik nu naar inkoop ga, dan heb ik hier onderaan een weergave van mijn inkoopfacturen. Kom ik zo meteen nog even op terug. Kleine spoiler. Deze inkoopfactuur heb ik zojuist laten journaliseren. Ik zie inderdaad op dit onderdeel wat je hier ziet aan de linkerkant hoe de factuur gematcht is. Ik zie ook vervolgens hoe de administratie gematcht is en de crediteur. Dus je ziet die vinkjes komen. En zo zie ik inderdaad dat de crediteur niet aan de hand van het KVK-nummer is gevonden. Maar het is de bankrekening die komt wel voor bij de crediteur. Dus in principe is dit minder risico op een spookfactuur. Ik zie de journaalpost die gecreëerd is. Daar komen we zo meteen ook nog even met elkaar in terug. En dan vervolgens, wist je nog dat ik zei, deze factuur die heeft een ontvangst gematcht, maar wel met verschillen. Daar moeten we even naar gaan kijken. Nou, dat heb ik opgelost doordat ik zeg, nou, ik heb hier alle regels, alle zesde regels. En per soort matching heb ik een apart paginaonderdeel toegevoegd. Dus ik kan hier naar de ontvangsten toe. En dan zie ik inderdaad die derde regel, de ladekast, die is automatisch gematcht met verschillen. Want ik heb er 8 ontvangen en ik krijg er ook 8 gefactureerd. Niks aan de hand. Maar ik had een inkoopprijs van €53,40 en ik krijg een factuur van €55,10. Dan heb ik dus gezegd dat verschil van, was het 16 euro? Nee, €13,60. Dat accepteer ik, dat vind ik prima, dat valt dan binnen marges. Die marges kan je per inkooprelatie set, per inkooprelatieprofiel kan je dat instellen. Maar dan kan ik ook weer ervoor zorgen dat die facturen binnen bepaalde tolerantiegrenzen in ieder geval automatisch mogen verwerkt worden. Op deze manier hopen wij voor jullie organisatie echt het verschil te kunnen gaan maken op de manier waarop jullie omgaan in de financiële administratie met factuurverwerking. Dat allemaal dankzij e-factureren. Wil je nou meer weten? Dan hebben we een mooie hashtag hoe dan. Ga naar klant.avos.nl/e-factuur. Daar vind je alle informatie over hoe je dit kunt gaan doen, hoe je e-facturen kunt ontvangen, maar ook hoe je ze kunt gaan versturen naar eventuele klanten van jou. Vandaag zijn er ook partners aanwezig, daar komen we zo meteen nog eventjes aan het einde van het programma op terug. Maar die partners die kunnen je ook vertellen hoe je eventuele pdf'jes om kunt zetten naar e-facturen die bij ons weer binnen kunnen komen. Of misschien zelfs hoe je gebruik kunt maken van een netwerk, dat noemen ze het Peppel-netwerk, waarmee je kunt uitwisselen met bijvoorbeeld e-verbinding integratie die wij hebben. Dus hier vind je veel meer informatie en opvolging van het verhaal wat ik vandaag vertel. En schroom ook zeker natuurlijk niet om bij de echte baas hier nog meer informatie op te komen doen.